Scholen staan voor de uitdaging om onderwijs en technologie steeds meer met elkaar te verbinden. Kinderen worden voorbereid op de nieuwe banen van de 21ste eeuw en daar horen nieuwe vaardigheden bij die ontwikkeld moeten worden. Hoe Rijn Consult Onderwijs en ICT hier het voortouw inneemt, laten we zien bij de OMO Scholengroep met de scholen het Ravelijn in Steenbergen en het Zuidwesthoek College in Ossendrecht. De banen van de toekomst vragen van medewerkers steeds meer kennis en vaardigheden van digitalisering en creativiteit. Het is daarom belangrijk dat scholen leerlingen daar goed op voorbereiden. We zien dat steeds meer scholen met deze 21ste eeuwse vaardigheden aan de slag gaan, maar we zien ook dat ze zoeken naar de juiste aansluiting met het onderwijs, met het vak. Deze nieuwe toepassingen maken wel een enorme vlucht momenteel in het onderwijs. Deze school heeft een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen leerlingen en docenten met bijvoorbeeld virtual reality. In zijn algemeenheid is de scholengroep van belang om het leerproces zo vorm te geven dat we daarin ook die dingen die we in de technologie ontwikkelen betrekken in het leerproces. Het gaat dan over programmeren, het gaat over robotica, het gaat over domotica. En virtual reality is een van die verworvenheden die we tegenkomen. En daar kunnen we wat mee in het onderwijs. Zowel aan de kant van motivatie van leerlingen als aan de kant van leerrendement, betere resultaten. Virtual reality is veelbelovend voor het onderwijs. Situaties of plaatsen die niet bereikbaar zijn voor grote groepen leerlingen, die kun je binnenhalen in het klaslokaal. Je perspectief verandert met VR. Je bent geen toeschouwer meer, maar je wordt deelnemer. Als het ware sta je midden in een situatie. Daardoor wordt je ervaring intenser en persoonlijker. VR is in te zetten bij maatschappijvakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook biologie zou een heel interessant vak zijn om het te kunnen gebruiken. Verder wordt VR ingezet bij beroepssituaties. Leerlingen zijn bezig met keuzes maken en worden op die manier beter voorbereid op hun toekomst.